op het laatste moment toch de wintersportvakantie vastleggen of de zomervakantie alvast boeken, nu Europa steeds verder versoepelt. Voor iedereen met vakantiekriebels, let op, vanaf vandaag veranderen verschillende reisregels die belangrijk zijn voor vakantiegangers. Ja, Frank, wat verandert er precies? In principe is het zo dat er een eindigheid komt aan de vaccinatieduur, de geldigheidsduur van vaccinaties. Die wordt nu in Europa bepaald op 9 maanden. En na 9 maanden komt hij te vervallen, dan heb je dus een booster nodig. Dat is eigenlijk de belangrijkste maatregel. Dat wordt Europees ook met elkaar afgesproken. Ja. Dus ik ben benieuwd. Op zich zijn nu de tekenen zo dat dat wel gaat gebeuren. Dus ik ben benieuwd of men zich daaraan houdt. Ja, en is dat nou een vooruitgang? Want Brussel die hamert natuurlijk al langer op dat universeel maken van die reisregels. Ja, ik was een beetje cynisch geworden, omdat de vorige keer dat men dat afsprak, was binnen een week ging Italië weer op zijn eigen manier aan de gang. Maar het ziet er nu wel naar uit dat dat Europees gebeurt. Dus al die lidstaten houden zich aan die afspraak. Dat laat onverlet dat als je eenmaal in zo'n land gereisd bent en op zo'n bestemming bent, er weer aparte regels kunnen gelden. Dat maakt het wel heel lastig. Ja, voordat we daar dan op verder gaan, dat dit betekent dus echt de inreisregels. Dus wanneer je een land überhaupt in mag. Ja, betekent dus dat je gevaccineerd, getest of genezen moet zijn of bent en dan dat moet kunnen aantonen. Dus die QR-code die gaat dan weer gewoon gelden, Europees. En dan kan je dus zonder problemen, zonder aanvullende beperkingen of eisen een land binnenkomen. Ja, maar dat zeg je dus wel als je dus geboosterd bent straks. Dat is wel. Nog niet iedereen. In Nederland is dat. Nee. Dus kan het ook voor problemen gaan zorgen? Ja, dat kan zeker voor. Ja, leading is dus de vaccinatie, de geldigheid van de vaccinatie. Maar als je, zeker bij jongeren op dit moment, is er toch wel een item voor diverse bestemmingen. Dat die zijn in Nederland niet geboosterd. En in bepaalde landen geldt een beperkte geldigheidsduur voor vaccinaties. Ja, in Frankrijk bijvoorbeeld, na 15 februari. Nog maar 4 maanden. Dus als je dan met je QR-code komt, dan krijg je dus geen groen vinkje, maar dan heb je echt een probleem. Ja, het is wel een beetje zo ja. Maar nee, ik zit met spanning te luisteren. Ik heb mijn skivakantie eind februari geboekt met mijn dochter en daarna met mijn vriendin. En beide zijn niet geboosterd. Dus als 4 maanden inderdaad geldt, dan denk ik dat dat. Dan zou ik wel eens een probleem kunnen krijgen. Ja denk je dat veel mensen hierdoor inderdaad in de problemen komen? Nou ja, wij merken dat gewoon. Er zijn heel veel vragen. En we hebben het gemerkt met het omboeken dus van mensen die eerst naar Oostenrijk wilden. En toen gold er nog een vaccin of een quarantaineplicht. Nou, hebben ze naar Frankrijk omgeboekt. En die zitten nu met kinderen. En die hebben dus nu een probleem. Aan de andere kant moet je het ook maar niet dramatiseren. Kijk, als je al je landen op een rijtje zet, dan is er een weerwar van verschillende regelingen. Daar word je helemaal niet goed van. Nee. Maar als je je kiest een bepaalde bestemming, in dit geval Frankrijk of Oostenrijk, en dan moet je natuurlijk wel goed de regels lezen. Maar dan kan je uiteindelijk wel prima op vakantie. En natuurlijk het feit dat het uitgaat van inreizigers. Dus eigenlijk, je gaat uit van degene die gevaccineerd, gezond is of hersteld, dan wel geboosterd. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Ja, En Nederland doet dat goed, hè? Nederland die zegt dus de regels die gelden voor het inreizen, die 9 maanden, die gelden ook voor het binnenland. Oh ja. En eigenlijk zou elk land dat moeten doen. Ja. Maar ja, Europa heeft er allerlei verschillende. Dus je hebt 27 verschillende regelingen. En je denkt dus dan van nu wordt het makkelijk, want het inreizen dat is overal hetzelfde. Ja. Maar wat je zei, per land kan het dus alsnog verschillen wat de regels daar zijn. Ja, Oostenrijk heeft bijvoorbeeld een geldigheidsduur van vaccinaties voor 6 maanden. Dus dan ben je in Oostenrijk, omdat je 9 maanden vaccinatieduur voor het reizen in Europa hebt, kom je in Oostenrijk en dan wil je de skipiste op. En dan geldt een geldigheidsduur van 6 maanden. Wat schieten we hier dan precies mee op? Wat je ermee opschiet is dat we in ieder geval binnen Europa vrij kunnen reizen. En in de ideale wereld, in de ideale wereld zou het zo zijn dat dan ook die regel hetzelfde zou zijn in de diverse binnenlanden. Maar ja, dat gaat helaas. Ik denk dat we op dit moment hebben wat het meest maximaal haalbare is. En uiteindelijk beslist elk land over zijn eigen de volksgezondheid van zijn eigen mensen. Dus ik denk niet dat we daar aan ontkomen. Dus je moet je goed oriënteren. Als je dat gedaan hebt, kan je prima vakantie vieren. En je ziet ook dat mensen er aan toe zijn. Hoe zit het met de boekingen? Nou ja, dat leuk. We zien dus wel dat de reisintentie enorm is. Mensen willen gewoon willen gewoon weer eens een keer naar het buitenland. Ja. Dus dat merken we. Zeker op korte termijn. De wintersportboekingen die gaan heel goed. De winterzon gaat ook heel goed. Op de langere termijn merken we toch dat mensen iets terughoudend zijn. En dat begrijp ik ook. Hè. Omdat, men verwacht dat er toch wel eens een keer nog wat veranderingen kunnen komen. Dus we wachten iets af. Maar ook de zomerboekingen doen het prima. En dan zien we dus een andere manier van vakantieboekingen. Dat mensen langer wachten dan normaal gesproken. Ja, dus iets meer last minute. Ja, dat zouden we graag nog wat meer zien. Maar we zijn al hartstikke blij met de boekingen die we nu voor de korte termijn hebben. Ja, en dat is veel wintersport. Ook veel mensen die gaan dus al nog even oefenen om de boel weer onder de knie te krijgen. Heel veel mensen komen in het weekend zelf hierheen.
lessen die nog op het laatste moment worden aangevraagd als toch voorbereiding voor vakantie. En daar merk ik het wel heel erg aan. Goed zo, en weer een boekje maken. Ja, toch nog even voorbereiden, omdat het niet zeker was of ze op vakantie gingen. Toch gaan, dus ja, toch dan nog wat lesjes. Juist, heel goed. Top. We willen sowieso meer parallel en zo. En het is wat moeilijker nu weer geworden na de coronatijd, de hele tijd om te skiën. Dus. Yes. Ik ga in de voorjaarsvakantie ook naar de Vogezen. Daar ga ik ook lekker skiën en dan kijken hoe het gaat ook. We zijn nu hier aan het oefenen. En het oefenen heeft eigenlijk een doel en dat is dat we gaan skiën. Toch een paar dagjes daartussenuit. Hanneke die heeft nog nooit geskiet. We zijn allebei 65, dus het is hier eerst oefenen of het gaat. Ik zal het weer een beetje oefenen. Ja, we zagen ook twee jonge meiden in het filmpje. Han had het net ook over zijn dochter. Hoe zit het met kinderen? Worden daar nog andere regels voor gesteld? En dat verschilt ook weer per land. Dus goed kijken wat voor regels er gelden. Maar in Frankrijk heb je inderdaad 4 maanden. Die 4 maanden geldigheid. Maar kinderen tot 12, die zijn sowieso vrijgesteld. Dus daar zijn geen problemen voor. Ja. Nou, dat inschatten, dat zal wel goed komen, denk ik. En als we het dan hebben over annuleren. Veel mensen die boeken dus last minute. Hoe zit het met annuleringen? Zijn ze nog steeds wat soepeler door corona? Wel ten aanzien van omboeken. Wij boeken geen reis meer als je niet die flexibilisering, die soepele reisvoorwaarden biedt. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Dus dat is wel het goede voor consumenten van de coronacrisis, dat bedrijven dat nu steeds meer doen. Dus wel gemakkelijker met het omboeken. Annuleren is wat lastiger. Dat kan alleen maar als er hele rare situaties in een bepaald land zich voordoen. Maar flexibel met omboeken, soepeler omboekingsregels, die zijn er zeker. En zo wordt het dus allemaal wat makkelijker, zeker binnen Europa, of in ieder geval iets overzichtelijker, stept over dat e-reizen. Ja. Dan hoe zit het buiten Europa? Ja, buiten Europa is nog echt wel een groot probleem, hoor. En ik verwijt dat de overheid wel dat men daar heel erg lang mee wacht. Het is ons al lang in het vooruitzicht gesteld. Vanaf november ligt er al een plan klaar om ook buiten Europa reizen makkelijker te maken, de reisadvisering aan te passen. Dat gebeurt nog steeds niet. En we worden nu wel een beetje ongeduldig. Ja, en waar ligt het dan aan? Nou ja, ik heb lange tijd ook begrip voor gehad. Hè? Want het is ook best lastig om, als je Nederland in lockdown doet, dat je dan gaat vertellen dat de reisadvisering buiten Europa wordt aangepast. Dat begrijp ik ook wel. Hè? Je moet ook de goede tijd afwachten. Maar in deze fase van de pandemie, met Denemarken als goed voorbeeld, moet je dat nu wel gaan doen. En we wachten er echt met smacht op. Duidelijk. Dankjewel voor nu.